Praktisch me in. Bladzijde 17 van je NASC-boek A. Het proefje is een theezakje als hete luchtballon. Ik ga het eerst even oplezen. Daarna gaan we het proefje doen. Wat ga je onderzoeken? Je onderzoekt waarom een brandend theezakje opstijgt. Wat heb je nodig? Papieren theezakje, lucifers en een onbrandbare ondergrond. Ik heb een tegel. Wat moet je doen? Maak het theezakje voorzichtig los en haal de thee eruit. Dat gaan we doen. Er zit een nietje in. Die gaan we er even uithalen. Dus een theezakje voor één kopje. Ik heb geen lange nagels, dus het duurt even om het nietje los te maken. Je mag het er niet uittrekken, want dan gaat het zakje stuk. Oké, nietje eruit. De thee doe ik op het tegeltje. Dan heb ik een kokertje. Het kokertje is een beetje stuk, maar je ziet hij is een beetje stuk, maar wie weet doet hij het nog wel. Dus wat moet je doen? Maak het theezakje voorzichtig los en haal de thee eruit. Dat hebben we gedaan. Maak van het zakje een kokertje. Zet het kokertje rechtop op de tegel en dan steek de koker aan de bovenkant aan. Niet hard praten, niet hard bewegen, anders valt het kokertje om. En je ziet, hij zweeft helemaal naar boven. Nou, dat zie je niet op deze camera. Maar dat zie je wel met de 360 camera. Dus dan zul je even bovenin aan moeten klikken. Kijk, daar komt hij naar beneden. Kijk of ik hem kan opvangen. Heel voorzichtig. Je ziet dus, de as die is zo licht, maar een beetje bewegen, dan vliegt hij al weg. Je vult in je verslag. Wat zijn je resultaten? Wat gebeurt er als je een leeg theezakje aansteekt? Nou, daar komt het. Het theezakje verbrandt, de as van het theezakje gaat omhoog. Dat zet je in je verslag. Wat is conclusie? Waarom stijgt een brandend theezakje op? Maak de volgende zin af. Dat komt door de hete lucht. Hete lucht stijgt op. De hete luchtstroom neemt de as van het theezakje mee omhoog. Dus dat is je conclusie. Ik herhaal het nog even. Dat komt door de hete lucht. Hete lucht stijgt op. Punt. De hete luchtstroom neemt de as van het theezakje mee omhoog. Dat was het proefje van het vliegende theezakje. Oh nee, theezakje als hete luchtballon. Zo heet het proefje.